Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe part van Dead Space 2. We gaan verder de mining complex in. Ik ben benieuwd wat hier allemaal ons te wachten ligt. Wow! We've been waiting for you. Now it's your turn. Nolan. Oh god. Ellie. Wow, Ellie. Ze miste een oog. Fucking hell, Nolan. Ik dacht dat Nelly dood was. Ellie. Nelly is crap. Wow. 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 Waar de fuck gaan we heen? Laat mij los. Laat mij los. Niet lief. Oh crap. Ellie lied. She won't help. But you know this. You'll see her after stepping away. Isaac, run off. Deeper into the mines. I've got problems on this end too. Get somewhere safe. I'll try. Fucking hell joh. Die Nolan heeft daar echt gewoon verneukt. Ik zei verneukt, niet geneukt. Voor de duidelijkheid. Sterf met je vuile oranje kudding. Waar moeten we heen? Caution. Oeh. Oxygen recharge. Wat moeten we hiermee doen? Waarop? Laat ik het zo zeggen. De hel is dit allemaal? Wacht, ik plaats hem hierop. In de hoop dat het wat doet. Nope. Ofwel, jawel. Dan moeten we die nog verplaatsen. Oh, die heeft er al een op. Mooi, aan de kant jij. Mooi, naar binnen. Nog meer? Volgens mij niet, toch? Alt. Ik zet mijn spatiebalk te rammen. Dat helpt niet. Dat was best simpel, trouwens. Eerlijk ben. Maar er zal vast nog iets bij komen. Dat gaat vast niet zo makkelijk. Oh. Maar hij heeft daar echt gewoon genakt. De jongen. Dat had ik echt niet verwacht van Nolan. De jongen heeft echt haar ogen eruit. Nee, die gast is niet goed. Echt niet goed. Maar volgens mij zijn we dus een airlock. Denk ik. Maar wat de hel nam ons mee? Ellie, I'm back inside. Where are you? Where's Strauss? I'm safe for now, but he's lost. I think he's coming for you. I found something you're gonna want to see. Here's my location. Oh. Hurry and get here. I'm not in any shape to be fighting. I'll get you as soon as I can. Nee, inderdaad, snap ik. Fucked up, jongen. Dat vind ik echt zielig voor Ellie. Vind ik echt zielig, maar ik vind het nog steeds raar dat zij... Zij kan die Nolan toch wel een slag aan zijn bek geven, maar niet dan. Ik ken elk mietje nog. Is toch zo? Elk mietje die kan die Nolan nog wel een slag aan zijn bek geven. Die gast is zelf een mietje. Dus. Maar ja. Dan gaan we nou met de lift omhoog. Ik weet niet waarheen. Ergens gezellig. Oké. Okay. Hi. Wanneer lief hebben we maar iets. Oh kijk, een kotser. Zover de kotser. Dat is ook simpel. Oh, ik kan ook stenen naar mijn bakken gooien. Dat zou vet zijn. Dus stenen, niet die dingen. Oh nee.
You're charging and all. Ik wou zeggen, ik meen ook toch iets achter mij. Dank u. Dank u zeer vriendelijk, meneer. Ah, nog één. Ah, god, god. Hey, kom jij een beetje achter de weg? Kom. Is dit lief? Er zijn wel veel enemies trouwens. Best wel heel veel. Oh, komt er ook een probleem. Ja. Moeten wij naar beneden via hier? Blijkbaar. Yep. Oké, gezellig. Attention shift workers. Your work practices are being monitored at all times. Blijkbaar hadden we nog een power, hè? Advanced suit. Hoe zien ze dat voor zich? Een advanced suit. Kijken, spear, reloaden. Yep, dat dacht ik al. Dan kunnen we die wel oppakken. Stasis. Ja, mag voor mij wel weg. Jij bent niet echt nodig. Ik moet niezen. Ah, god, dat was een ook een hele droge opmerking. Ja. Gewoon lalala. Ik moet niezen. Interessante informatie, ja, inderdaad. Ah, we moeten die deur open doen. Jij moet mee. Jij moet daar. Ook zo braaf, jongen. De Javelin Spears. Britney Spears. De Javelin version. Ik hoor iets. Oké. Okay. Ah, daar beneden is de safe station nu zit. Oh, er zijn hier veel meer. Oh. Nog meer? Oeh, daar. Mag ik jou mooi op tijd? Hoi, terug naar spear ammo. Even dit ding fixen weer bij Zebra Industries. Kijk, blauw. Smurf, smurf. Wow! The fuck, Stross? Fuck off, dude. Fuck off, Stross. Jij gaat dood. Ik vermoord je. Stross kan nooit zo sterk zijn. Wow, nice Isaac. Why did you do it, Stross? Nee, met een plasma cutter. Hallo, ik ben Nolan. Hoe maak jij het? Zeer goed, wil jij looten kopen? Nee. Ik ga slaapje slaapje doen hierboven. Ik ben een vampier. Ik heb slaapje slaapje gedaan. Op een paar gangen staan. Nee, niet meer. Hier gaan vliegen. Hey, audiolog. Oh, ze zijn hier weer. We zijn hier weer in het begin. Hier zijn we een keer geweest. Hoe kut. Ik had die spier mee. Ja. Nou, maar hier. Oké, hier naar rechts. Is die deur nou eindelijk open dan? Ja. Mooi. Hij removed echt dingen af en toe, joh, zeg je het dan. Heb ik juist mooie dingen verzameld en dan verwijdert die game het gewoon. Ook maar wel.
Hij is echt niet goed, jongen. Nou, Isaac is niet goed in zijn hoofd, maar die Nolan die wou hem vermoorden, dus. Ja, denk maar niet dat ik jou niet zie. Vriend. Come back. Or I will kill you. Nog steeds niet. We vullen ze wel aan, blijkbaar. Volgens nu echt, pas op, man. Wat de hel? Druk ik op een knopje? Voor de lift? Dacht het niet. Laat maar heen. Oh god. Dit wordt wat. Gangbang area, sowieso. Rape. Ik ga ook echt bang in de hoekjes staan. Hoi. Oh, hoi. Nog meer liefhebbers. Ik heb nog maar één speer in de hemel mee. Force energy, fuck off. Auw. Dat was niet zo'n lieve landing. Kut. Kut, 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 kut. Kut, kut, kut. Reload in. Oh. Dat was niet zo slim, I think. Ah, misschien wel. Staff. Zoveel lawaai in één fucking lift, wie houdt het voor mogelijk? Wie niet. Oh, fuck hé. Een mooie action shot. Ah nee, niet die kut lawaai. Fucking hell, hoeveel mensen kunnen er dan niet omheen lift? Echt. Zijn we dan eindelijk ergens hoog boven de rotzooi. We hebben niet zoveel ammo meer. Zo te zien. Nou, nog wel Seeker. We gaan dus even iets meer met de Seeker spelen. One shot kill. Rifled. En die moeten echt eens even... Wow! Oké, hoi Nicole. Goedemorgen. Laat me met rust. Niet lief. Dat was echt wel een verrassing. Niet zozeer dat ik schrok, maar het is gewoon een verrassing. Hey, hey, hey. Why can't you let go? And if I let you go, I got nothing. Ah, this is silly for Isaac. Hi, Nico. Step 4. Acceptance. Okay. Are you ready to finish this? Mooi, denk ik. Denk ik. En opeens is ze footsie. Maar ze heeft ons geaccepteerd, dus het gaat ons niet meer lastigvallen zoals het blijkt. Het zou mooi zijn. Dat zou ik heel lief van haar vinden. Want ik vind haar best wel irritant. Ah, even kijken. Advanced suit. Laten we eerst die even verkopen. Stasis, verkoop. Yes. Heel veel seeker ammo. De advanced suit. Nice. Stasis recharge. Dat boeit mij heel weinig. Maar het is wel chill dat we 25 inventory slots hebben en 20% armor. Dus dat gaan we doen, want hij ziet er ook epic uit. Dus we gaan even één zo'n ding verkopen. Dan hebben we 40.000. Bam, we gaan een nieuwe suit kopen. Eindelijk! Iedereen heel blij nu, denk ik. Nou, eigenlijk heeft nog niemand echt gezegd van koop een nieuwe suit. Hij was ook gewoon fucking beast en epic. Maar deze is veel beter, want we hebben veel meer slots. En veel meer armor ook. Dus
hier hebben we daadwerkelijk iets aan. Beter dan de vintage shoot, die hebben we al in Dead Space 1 de hele tijd tegenaan moeten kijken. Maar nou is een keer een andere shoot. Volgens mij is het een security shoot, als ik het goed heb. Vraag me af hoe die eruit ziet. Ik hoop een beetje mooi. Yep, ook wel, ziet er ook wel badass uit. Vond die andere wel mooier op zich, maar deze is ook zeker niet slecht. Even kijken. Hebben verder hier nog iets wat we kunnen verkopen? Nee, dit is onze suit. Die had detonated seeker rifle en pulse rifle get a 5% damage bonus. Dus die was op zich ook wel heel goed. Hebben we ook altijd nog wel, dus kunnen we altijd nog wel wat doen. Even kijken. Nou, verder kunnen we vrij weinig even. Een note hebben we niet. Nope. Dat is allemaal creepy machines hier. Misschien iets kort report. Maar ik stop hem hier omdat ik dan kan opslaan. En verder kan op een willekeurig tijdstip. Anders dan moet ik een heel stuk overnieuw doen. Dus vandaar nemen jullie me vast niet kwalijk. Hoop ik. Dus ik zie jullie weer in de volgende part. Laters.